Er komt hier een enorm ponton, daar moeten straks ongeveer 3.500 mensen op gaan staan. En dan komt er dan daarna nog een podium een stukje verderop in de haven, waar dan de artiesten gaan, hun nummer gaan verzorgen. De Passion wordt op 18 april opgevoerd, letterlijk in de haven hier. En dat betekent dat deze jongens er onder andere uit moeten. Ja, er wordt nog steeds keihard gewerkt. We hopen eind van deze week ook de bestrating rondom de haven helemaal klaar te hebben. Dan is de jachthaven leeg en dan zijn we 1 april klaar, zodat de Passion op 10 april kan gaan opbouwen om 18 april de uitzending te kunnen verzorgen. De watersportvereniging Maartenschat heeft er natuurlijk last van, maar die zul je niet horen klagen. Nee, waarom zal ik mopperen? Tuurlijk, we hebben er overlast van, veel overlast. Ik had het liever in een andere haven gehad, dat is duidelijk, als bestuurder van onder andere watersportvereniging Maartenschat. Maar als er een keus gemaakt wordt om dat hier in Dordrecht in het Maartenschat op het mooiste plekje van Dordrecht te doen, dan moet je daar je medewerking aan verlenen. Natuurlijk gaan wij het goed maken met de club. We gaan ervoor zorgen dat straks de hele jachthaven weer keurig netjes opgeknapt wordt. De meerpalen worden verlengd, de meerpalen worden opnieuw geschilderd. Ja, het ziet er straks weer gewoon als nieuw uit als het goed is. Ja. Dus die Passion brengt alleen maar goeds met zich mee? Zowel voor de stad als voor de watersportvereniging. Ik ben ervan overtuigd dat dat echt iets moois gaat worden. Ja.